Wat hebben we hier? We staan hier in een rustige omgeving, want het is hartstikke druk geweest bij een hele bijzondere bijeenkomst waarbij er een regenboogcontract is getekend. Klopt dat? Ja, we hebben een intentieverklaring als gemeente getekend om bij die regenboogsteden ons aan te sluiten. En daarnaast hebben we in het college afgelopen periode een LHBTI-visie vastgesteld. En daar staan nieuwe acties in die we als gemeente ook gaan doen om in de stad met scholen, met sportverenigingen, met allerlei organisaties aandacht te besteden aan LHBTI-inclusie. En daarvoor hebben we een intentieverklaring getekend om te laten zien dat we ook als gemeente Roze Zaterdag volop steunen. En u hoort het nu de stem van Thierry van Vught, onder andere wethouder van cultuur. Is dat nou cultuur of is dat meer voor de wethouder van diversiteit? Het is een collegebesluit en een intentieverklaring die we ook als college tekenen. Ik heb hem getekend omdat ik evenementen in mijn portefeuille heb en dus Roze Zaterdag. En vandaar dat ik hem teken, maar het is gewoon een verklaring namens het hele college, inclusief iedereen die daarin zit. Dus zeg maar heel Gouda. Als we het over heel Gouda hebben, heb je enig idee hoeveel LHTB'ers enzovoorts we hier in Gouda hebben? Ben, even wat zijn nee, dat? Nee, dat heb ik niet, maar ik denk dat dat ook voor een belangrijk deel komt, omdat het nog niet heel geaccepteerd is om voor iedereen nog evident is, zeg maar, om dat ook naar buiten te tonen. Dus dat je zegt van, ja, ik ben er eentje, dus zet mij maar op de turflijst. Dus ik denk dat er nog heel veel mensen zijn die nog verscholen LHBTI zijn. De cijfers denk ik niet dat we die exact hebben. Nou, LHBT, vroeg jij dat even tussendoor. Dat is natuurlijk lesbisch. En dan? Hetero, transseksueel, biseksueel. En interseksueel. Andere, ja. Ja, interseksueel de en panseksueel. En queer, niet te vergeten. Ja, maar wat houdt dat regenboogverdrag nou precies in? Wat betekent dat nou voor Gouda? Nou, er zijn een hele hoop steden al aangesloten bij het regenboogconvenant. En dat sluiten we dan met het Rijk af. En zijn er 48 al, hè? Ja, precies. En Gouda komt daar dus bij in het najaar. Dan gaan we die met een aantal andere steden nog tekenen. Met OCW erbij, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Die ook emancipatie in haar portefeuille heeft. En als gemeente ga je dan extra aandacht besteden sowieso aan LHBTI in je eigen huis. Dus we zijn natuurlijk als gemeente ook werkgever van een heleboel mensen. En ik ben ook blij dat de afgelopen periode er een werkgroep is geweest die ook uit zichzelf allemaal acties heeft ondernomen om dat ook een plekje te geven. En als gemeente gaan we dat dus zelf doen. Maar ook bijvoorbeeld dus met scholen en sportverenigingen waar veel mensen komen, ook met hun aandacht besteden aan LHBTI-inclusie en wat we daar als stad ook breed aan kunnen doen. Nou ben ik, noem mijzelf sinds ik al die letters ken panseksueel, maar mijn vrouw zegt gewoon dat ik hetero ben. Wat kan ik daar nou van meemerken? Van dat u heteroseksueel bent? Nee, van dit contract hier Gouda. Nou ja, dat er dus veel meer aandacht aan besteed gaat worden. En het feit dat we als van het feit dat we vandaag de dag dus al deze Roze Zaterdag hebben, dat heeft al ontzettend veel moeite gekost. Omdat er best wel wat mensen zijn die best problemen hebben met LHBTI's. En gaan we toch niet vertellen dat Gouda tegen LHTB enzovoort is? Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zal niet zeggen dat het voor iedereen vanzelfsprekend is om LHBTI'ers in hun midden te sluiten. Dus in die maar wie heeft er dan zoveel moeite gedaan om Gouda dus die Roze Stad te maken vandaag? Want het is ook Roze Zaterdag. Nou ja, er zijn een aantal initiatiefnemers geweest. Die hebben zich daarvoor hard gemaakt. Die hebben een bidboek ingediend. Bidboek? Ja, een bidboek. Dus een offerte, zeg maar, van wij willen graag in Gouda Roze Zaterdag organiseren. De burgemeester heeft daar ook namens het college zijn support aangegeven. En dan is er een hele verkiezing waarbij je als gemeente meedoet. En in 2016 is besloten dat Gouda dat zou worden in 2018. En in 2017 hebben we de sleutel van Den Bosch gekregen die dat afgelopen jaar georganiseerd heeft. Dus dat wie wordt de volgende stad? Venlo en Krefeld. Venlo en Krefeld, hoor je dat? Ja. Ja, dat gaat samen. En vanmiddag reiken wij dus ook de sleutel aan hun uit. Dat lijkt me al wederom een feest. Gaan we ook bij zijn, kort? Ben? Daar gaan we bij zijn, ja. Hoeveel kost dit grafje, meneer van Vught? Er is een begroting gemaakt door de organisatie. Ik weet niet hoeveel die precies kost. En we hebben als gemeente daar een subsidie. Dat is een andere wethouder voor, hè? Nee, maar het is gewoon een privé initiatief. En als gemeente hebben we een subsidie toegekend. En in die zin zijn er ook sponsoren en dergelijke. Dus de begroting is veel groter dan dat de subsidie is. Oké, dankjewel. Nog één laatste vraagje voor dit hartstikke leuke interview. Waarvoor alvast hartstikke dank. Wat voor kleur heeft Thierry?
van Vught, wethouder van cultuur enzovoort. Vandaag roze. Vandaag roze. En daar sluiten we mee af. Ja. Mooi om te... Het is roze vandaag in Gouda.